Hele goede avond. Onwijs bedankt dat u weer heeft gekozen voor Sovereign. Dus voor de mensen die mij en Robert al kennen, leuk dat u er weer bent en dat u weer kijkt. En voor de mensen die nieuw zijn bij Sovereign bij u thuis. We hebben een prachtige doos, daar hebben we natuurlijk al het eten in gestopt. Robert heeft nog een paar handige tips voordat we echt gaan beginnen met het uitpakken en het in elkaar zetten. Robert, vertel, wat is handig? Goedenavond. Het is handig om vast de oven op 180 graden voor te verwarmen voor het hoofdgerecht. En misschien heeft u wel brood besteld, dus dat is handig. En een pannetje met water alvast rustig opzetten, naar de koker toe brengen. Voor de rest gaan we alles uitleggen, stap voor stap. Stickers zitten erbij, dus het komt helemaal goed. En dan gaan we nu de doos even openmaken. Eens even kijken wat voor lekkers we er nou weer in hebben zitten. Gaat-ie. Zoals u ziet hebben we eigenlijk alles voorzien van een kleurencode. Die staan ook nog beschreven in de beschrijving die ook in de doos zit. In een mapje met alles erbij. Die kleurencode moet u gaan helpen. Ons filmpje natuurlijk ook. En dan gaan we er een mooie avond van maken. Stel u heeft het vis voorgerecht, dan heeft u kleine blauwe stickertjes. Als u nou het vlees voorgerecht heeft, heeft u rode kleine stickertjes. Voor het vega voorgerecht heeft u kleine gele stickertjes. Als u heeft gekozen voor het vis hoofdgerecht, heeft u grote blauwe stickers. Voor het vlees hoofdgerecht grote rode stickers. En voor de vegetarisch hoofdgerecht gele grote stickers. Het zou kunnen dat u straks, als u echt aan de bak gaat, dat u één zakje parelgort heeft. Dat is dan voor twee personen. Ook al heeft u vlees of vis. Of vegetarisch parelgort zit bij alle hoofdgerechten. Dus het zou zomaar kunnen dat u inderdaad één zakje krijgt voor alle drie de gerechten. Maar daar willen we u wel even over informeren, dus dat is belangrijk. Verder hebben we ook groene kleine stickers. Dat is dus niet vegetarisch, dat is geel. Maar we hebben de groene stickers voor het dessert. En het is dus ook belangrijk bij het uitpakken van de doos dat u begint met de dulce de leche en het ganache taartje even in de koelkast te zetten. En ongeveer 5 minuten voordat u aan de bak gaat met het dessert, even eruit halen, kan hij lekker op temperatuur komen en dan wordt hij wat beter van. En als het goed is, heeft u ook dit kleine doosje gevonden. Daarin zit onze eigen gemaakte tulband. Dus een klein cadeautje van ons voor u, lekker voor bij de koffie. En dan kunt u daar lekker van genieten. En mocht u nou genoeg hebben gegeten vanavond, zegt u, zo'n tulbandje is wel veel. Dat kan morgenmiddag bij de koffie ook gewoon. U heeft gekozen voor de kabeljauw voorgerecht, die is gepekeld in biet. Voor de opmaak heeft u een klein theelepeltje nodig en een paletmesje. Als u die nou niet heeft thuis, kan u ook een kaasschaaf gebruiken. In het kartonnen doosje zitten kabeljauw, gepekeld in biet, de gerookte bietjes en de gele bieten. Dan heeft u 3 bakjes erbij gekregen. Crème van karnemelk, gezouten citroen en schorseneren chips. Ga ik beginnen met de opmaak. Het is wel leuk met dit gerecht, omdat het rood is, een wit bord te pakken. Ik leg 4 plakjes kabeljauw op het bord. Ik leuk speels de kleine blokjes gerookte biet er overheen. En het is eigenlijk de bedoeling, als u een hap neemt, dat u alles proeft. Dan doe ik leuk de gele biet ertussen. Ook hier de crème van karnemelk. Doe een klein lepeltje. Wat kleine dotjes tussen. Nu een gezouten citroen.
als laatste doen we de krokantjes van schorseneer ertussen. Ik doe maar een voorbeeld. U mag natuurlijk ook zelf een eigen opmaak verzinnen. Zo denk ik, dat vind ik mooier of leuker. En dan hebben we hier het visvoorgerecht. De kabeljauw gepekeld in rode biet met gerookte bietjes, gele bieten, crème van karnemelk, gezouten citroen en een chips schorseneer. Eet smakelijk. Als u aan het begin van de video goed heeft geluisterd naar onze chef, dan heeft u natuurlijk een pannetje water opgezet en de oven voorverwarmd op 180 graden. Mocht dat nou niet het geval zijn, dan is dit het moment. We hebben de oven namelijk nodig voor het bakje met de vis. Deze laten we dicht en die gaat in één keer de oven in, 12 minuten ongeveer. Dus daar gaan we mee beginnen. En dat pannetje water hebben we nodig om onze parelgort op te warmen. U heeft een mooie wasknijper gekregen en die kunnen we gebruiken om het zakje aan de pan vast te maken. Dat kan zijn door hem erin te hangen. Als u nou een hele diepe pan gebruikt, dan kunt u hem zo aan de rand klippen. Is de pan nou te diep of te breed of wat dan ook, dan kunnen we een pollepel gebruiken en dan hangen we het zakje over de pollepel heen. En dan kunnen we de wasknijper gebruiken om de zak in het water te laten hangen. Dit heeft ongeveer 5 minuutjes nodig. Als u hem er straks uithaalt, voel eventjes aan het zakje, maak hem even droog en voel er dan aan, is de inhoud warm? Nou ja, dan is het geslaagd. Het hoeft niet meer te garen, dat is al gebeurd. Dan heeft u ook een zakje met salsa verde erbij gekregen. Daar hoeft u niks mee te doen. Die gebruiken we koud en dat komt straks dus aan bod. Ja, het piepje voor de vis is gegaan. En dat betekent dat hij klaar is. Dus dan pakken we altijd natuurlijk een doek. Bakjes uit de oven kunnen heet zijn. Wees voorzichtig ook. Kijk eens. Nou, we gaan beginnen met de parelgort. Die knippen we open. Zorg dat u een lepel bij de hand heeft. Dan kunnen we het zakje mooi openmaken. En dan gaan we beginnen met het op het bord doen. Wederom, we kiezen een opmaak en als u het beter weet, laat dat vooral zien. Kijk, doen we een beetje in het midden. Nou, ik probeer het een beetje netjes rond te maken, eigenlijk wat we hebben gezien bij onze couscous van het vegetarische menu natuurlijk. Heeft u dat nou niet gezien, kijk rustig ook even dat filmpje, misschien voor de volgende keer als u gaat bestellen. Dan gaan we het bakje openmaken. Hier kan stoom uitkomen. Ook dat is heet. Het is niet altijd het geval. Daarin zitten de rest van de ingrediënten. We knippen het bakje even open. Aan 3 zijden, dat is het makkelijkst. Mag ook 4 als u dat fijn vindt. Ik knip niet helemaal tot de bodem. Er kan namelijk wat kookvocht in zitten. Dat is geen enkel probleem. Ja, dat kunt u ook gewoon met een doekje schoonmaken. Maar ik ben niet zo van dingen schoonmaken als het niet nodig is. Dus vandaar dat ik niet tot aan de bodem knip. Nou, dan kunnen wij makkelijk het doosje openvouwen. En dan kies ik nu voor een paletmesje. De vis is langwerpig, maar wederom, u kunt er ook gewoon voor gaan voor de kaasschaaf. En dan leggen we dat zo in zijn geheel op het bord. Moet hij wel een beetje meewerken. Gaan we met de groentes beginnen. Je kunt ook proberen de groentes in zijn geheel eruit te trekken met de vis en de akkerzwammen en het zo in één keer op het bord te knallen als het ware. Alleen ik kan niet garanderen dat dat allemaal netjes gaat. Oftewel, het wordt een bende. Zo. Het zijn verschillende mix van paddenstoelen, er zitten wat akkerzwammen in. Verder oesterzwammen, kastanjechampignons, heerlijk uit het seizoen dus. Altijd mooi om met seizoensgebonden producten te werken, want dan weet u één ding heel zeker. Het is altijd super vers. Dan gaan we door naar de salsa verde. Die knippen we ook open.
Ik knip zelf het hoekje eraf. Dat vind ik makkelijk schenken. Je kunt het ook in een bakje doen en met een lepel uitserveren. Maar met het hoekje, kijk, dan ziet u het al. Dat is makkelijk schenken. Ik doe het over het hele gerecht heen. Er blijft altijd wat over. Dat kunt u ook als u pasta gaat maken, heerlijk om te gebruiken. Het is gewoon super lekker. En dan hebben we voor u het vishoofdgerecht, de gegrilde tongschar met romige parelgort, groene asperges, bospeen, de bospannenstoelen en de salsa verde. Alsjeblieft, eet smakelijk. Ja, we gaan het dessert maken. En het dessert is handig om 5 minuutjes voor tijd uit de koelkast te pakken. Dus ik ga hem even pakken en dan gaan we hem zo dresseren. En dan kunt u hem misschien nog even laten staan, zodat hij goed op temperatuur is. Nou, we gaan beginnen met het taartje van chocolade ganache. Dit kan uit het doosje gehaald worden met de handen, een paletmesje, maar ik ga voor onze trouwe kaasschaaf. Mooi in het midden van het bord. Zo. Dan hebben we de dulce de leche. Het is gemaakt met gecondenseerde melk. Daar krijgt u een beetje een karamelachtige smaak van. Dat is altijd wat, je ziet het al, het is een beetje stroperig, dus het wordt ook lastig van de lepels af te krijgen. Maar ik doe gewoon wat dotjes op het taartje. Vergeet niet zelf te proeven voordat de rest het doet. Dan weet u of het wel echt lekker is. U kunt er ook voor kiezen als u thuis nou een spuitzakje heeft of iets. Het eerst daarin te doen en dan leuk met streepjes of iets een beetje over het taartje te verdelen. Nogmaals, de laatste keer dat ik het zeg. We moedigen iedereen aan om het beter te doen dan wij. Dat zorgt altijd voor hele mooie borden. En dan pakken we de gekarameliseerde walnootjes. Nou, die kunnen we er ook een beetje op verspreiden. Het zijn wat grotere stukjes. Mocht u nou een beetje wat fijnere stukjes hebben, ja, strooi het er overheen. Ik zou zeggen, maak er wat moois van. Heeft u nou nog wat ijs thuis in de vriezer liggen? Wij doen dat niet, we geven dat niet mee. Omdat we bang zijn dat de kwaliteit van ons ijs niet gewaarborgd wordt op het moment dat we het in de auto stoppen. Dus heeft u nou nog vanille-ijs of iets, gooi het er gerust op. Hartstikke lekker bij een dessert natuurlijk. Dan het ganache taartje van pure chocolade en olijfolie met dulce de leche en gekarameliseerde walnoot. En dat was hem dan voor vanavond. Eet smakelijk en geniet ervan.